Gemeente Apeldoorn gaat experimenteren met reguliere uitkeringen. In het gemeentehuis van Apeldoorn werd woensdag een startbijeenkomst gehouden over het verstrekken van reguliere bijstanduitkeringen. De gemeente heeft het initiatief genomen om 2 jaar hiermee te experimenteren. De gemeente Epe, Os, Gelderop-Mierlo en Renkum zijn geïnteresseerd of doen ook mee aan dit experiment. Wethouder Johan Kuithof is een grote voorstander van uitkeringen met minder regeltjes. Reguliere uitkeren, wat is dat? Eigenlijk zegt het al, we gaan uitkeren, bijstand uitkeren. Dat is een wettelijke plicht die we hebben voor mensen die niet zelf een inkomen hebben. En die aan een aantal criteria voldoen. Dat gaan we uitkeren, regelluw, met weinig regels. Luw, weinig. Dus je wil van de sollicitatieplicht af? Nou, dat is niet per se mijn bedoeling. Wat ik wil is dat mensen zelf die sollicitatieplichten ter hand nemen. En het niet doen omdat ik... wij, de gemeente, het ze vraagt. Dus er moet gesolliciteerd worden, wil je een baan vinden. Maar ik ga ervan uit dat iedereen graag aan het werk wil. En dat, we gaan ervan uit dat iedereen graag aan het werk wil, dat vertrouwen in mensen hebben, dat is wat reguluw doet. De Universiteit Tilburg gaat onderzoek doen of minder regels en meer eigen sturing een positief effect hebben op onder andere werk, motivatie, sociale participatie en welbevinden. Ja, u zei net, vertrouwen hebben, daar gaat het om. Maar u hoopt ook niet teleurgesteld te worden. Dat klinkt wel als een belangrijke opdracht. Nou, ik vind het ook een belangrijke opdracht. En dat teleurgesteld worden, dat is mijn persoonlijke hartekreet. Ik heb heel veel vertrouwen in de uitkomsten van dit project. Maar ik weet het niet zeker. Daarom laten we het ook wetenschappelijk begeleiden. En willen we ook echt conclusies hebben die wetenschappelijk kloppen. Ja, en dan kan het zijn dat er een conclusie getrokken wordt waar ik persoonlijk van denk, hé, wat jammer. Dat noem ik dan mijn persoonlijke teleurstelling. Dan is het experiment ook nog steeds geslaagd, want een experiment is om van te leren. En dat heb je dan wel gedaan. En vertrouwen we ook in de Apeldoornse burger dat als er geen sollicitatieplicht is, dat hij dan alsnog naar een baan gaat zoeken? Nou, sterker, Daniel, ik heb er vertrouwen in dat mensen, juist als ze niet voortdurend in hun nek worden gehecht, als ze niet voortdurend op die plicht, het woord plicht alleen al, op die plicht worden gewezen, maar als hen verteld wordt, jij krijgt de ruimte om datgene wat jou helpt om zelf een plek op die arbeidsmarkt weer te vinden, ik denk dat dat mensen meer stimuleert, en dat moet maar eens bewezen worden in dit project. Maar ik geloof er persoonlijk in dat dat mensen meer stimuleert dan ze alleen maar in hun nek te hijgen met regels. De VVD-fractie van Apeldoorn staat vierkant achter het reguluw uitkeringsexperiment. Waarom? Omdat er gekeken wordt welke methode het beste werkt om mensen uit de bijstand te halen. Dus de manier zoals we het altijd al doen. En er komen 2 manieren naast. En er is 1 manier waarop mensen heel veel vertrouwen krijgen, waarin er van uitgegaan wordt dat mensen het eigenlijk heel goed zelf kunnen. Natuurlijk hoop ik dat dat werkt, want dat past heel goed bij mijn beeld over mensen, hoe ze in het leven staan. Wij willen juist minder regels, eigenlijk op alle gebieden. En hier komen nu dus minder regels. En dan gaan we kijken of dat goed werkt. Want de oude methode werkte niet echt heel goed. Dus laten we kijken of er nieuwe methodes zijn die wel werken om mensen aan het werk te helpen. De reguliere uitkering wordt voorlopig beperkt toegepast. Betekent dit nou ook een grote omslag voor de organisatie van de gemeente Apeldoorn? Deels wel. Voor een deel nu nog is dat nog een kleinere omslag. Hè. We hebben die aantallen beperkt. 3 keer 150, dus in totaal 450. We hebben in totaal ruim 4000 bijstandsgerechtigden. Dus daar merk je al aan dat het goede 10%. Maar als dit experiment slaagt in die zin zoals ik vind dat het geslaagd zou zijn, namelijk dat blijkt dat heel stevig van die vertrouwensrelatie uitgaan helpt. En het tempo van mensen verhoogt en het de mensen ook makkelijker maakt om zelf die plek op de arbeidsmarkt weer te vinden. Ja, en dan gaat het vervolgens, wat mij betreft, geen misverstand, een echte omslag in het werk van het activeren betekenen. Het experiment van het verstrekken van een regelarme uitkering blijft binnen de kaders van de participatiewetgeving. 3 woningen aan de Viltmakersdonk in Apeldoorn zijn tijdelijk onbewoonbaar. Door de hevige stortbuien die woensdagmiddag boven Apeldoorn losbarsten, kwam het rioolwater omhoog en zette de woningen onder water.
Door een verstopping in het riool kon het water niet weg en kwam het water via de douche en de wc omhoog. De vloeren, muren, meubels en apparatuur hebben veel waterschade opgelopen. De bewoners verwachten dat het zeker een maand gaat duren voordat zij weer in hun huis kunnen wonen. De bewoners hebben voorlopig ergens anders een onderkomen gevonden. Het kadaster in Apeldoorn is donderdagochtend tijdelijk ontruimd geweest. Een kleine brand in de computerserverruimte op de derde verdieping was daar de oorzaak van. De brandweer was snel te plaatsen en had de brand snel geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Niemand raakte gewond. Morgen is het bewolkt met zo nu en dan een buitje. Er staat een stevige wind en het wordt 20 graden. In de avond en nacht is het bewolkt en gaat het regenen. De wind is vrij krachtig en het koelt af naar 13 graden. Zaterdag is het bewolkt en regenachtig en wordt het 17 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met zonnige perioden en kans op een enkele bui. Het wordt dan 19 graden.